Nu, goedendag iedereen en welkom bij deze video. In deze video zou ik graag een kleine miniserie willen aankondigen. En dat gaat gaan over, jawel, de AIS. Ik heb een AIS gekocht en ik ga die installeren. Het is de AIS voor de Black Pearl ook weliswaar. En ik dacht zo bij mijn eigen, ik had het er al met een paar mensen over gehad. En ze zeiden, zeg, waarom maak je daar geen video's van? Nu, die video's gaan ook niet aan de lopende band zijn, want ik ga zelf ook moeten voor een stuk bij de ingebruikname van deze AIS. Ik zou het allemaal een keer uitgebreid willen testen en ervaren, vooraleer dat ik de rest van de video's maak hierover. Maar laten we starten vandaag met de unboxing van de AIS. Dus we gaan die letterlijk uit de doos nemen, wat leuk gaat zijn. Maar laat ons zeggen, ik hoop een van de komende maanden een vervolgvideo te kunnen maken, zodanig dat we het kunnen hebben over, we gaan de AIS uit de doos halen vandaag. Dan de volgende keer waarschijnlijk gaat zijn, hoe werkt nu een AIS? Of wat is nu de basis dat je moet weten van AIS? En daarna ga ik mijn mening geven en u wat laten zien wat je er zo allemaal mee kunt doen. En zo wat praktischer. Maar laten we vandaag starten met de zogenaamde unboxing. Belangrijk, voordat we verder gaan, ik wens iets zeer belangrijk te zeggen. Ik heb nu gekozen voor een M-Track AIS toestel. U ziet dat hier ook op de doos, een M-Track. Nu, heb ik bepaalde favorieten? Ik heb deze gekocht omdat dat voor mij prijselijk interessant was. Ik ben ook niet gesponsord. Dat wil zeggen, alle materiaal dat ik aankoop, betaal ik 100% zelf. Dus dat wil zeggen, ik ben niet bevoordeeld door een sponsor. Of er is geen sponsor dat mij vertelt van, ja, je moet minstens dat zeggen over dat toestel. En wij willen dat je die dingen zegt. Nee, zo gaat het niet. Ik ga gewoon mijn eerlijke mening geven en reageren ter plekke. Dus de AIS van M-Track, het is ook wel de B921, voor de mensen dat het willen weten. En het is een klasse B AIS transceiver, dus een zendontvanger. Nu, wat moet je hier aan weten aan deze unit? Dit is een unit dat wordt gebruikt voor pleziervaart. Hè. Wat nog enkele andere specificaties zijn, hè. Ik ga het gewoon van de doos hier aflezen, omdat dat misschien de interessantste zijn. Dus wat is nu eigen aan een AIS klasse B? Ten eerste, het is een toestel gebruikt voornamelijk voor de pleziervaart. Wat die klasse B wil zeggen, dat gaan we bekijken in de volgende video van AIS. Ik ga daar een korte, eenvoudige, technische uitleg geven hoe dat werkt. Hoe dat ik mijn leerlingen in de lessen altijd eigenlijk de AIS uitleg. Dus, maar dat ga ik dan wel uitleggen. Dus het is een zendontvanger, dus niet alleen dient hem om de andere schepen die AIS voeren te ontvangen, maar die is in staat om ook een positie uit te zenden. Het uitzendvermogen is beperkt bij dit toestel tot 2 watt. Dat is niet veel, maar dat is iets. En 2 watt is naar mijn mening vaak al genoeg. Klasse B's, voor de mensen dat dat weten, die hebben een maximaal uitzendvermogen volgens de wet van 5 watt. Meer daarover later. Waterproof, de unit is waterproof IPX7. Dus er is toch een vorm van waterproof, zeker in een vochtige omgeving is dat toch wel een aanrader. Er is een aansluiting mogelijk voor het NMEA 0183 protocol en het NMEA 2000 protocol. Wat dat betekent, ga ik straks kort toelichten. En er is een ingebouwde GPS-ontvanger. Ook dat ga ik zo meteen kort toelichten. Ik zal de doos openmaken. We zullen samen eens ontdekken wat erin zit. Nu, dit is niet de eerste keer dat de doos open gaat van de AIS. En je kan zeggen, allee Seure, hoe kan dat nu? Omdat de dealer onder andere moet zelf de AIS eigenlijk programmeren voordat die mag meegegeven worden. Hè? En je ziet dat hier op de sticker hieronder staan. Je moet dat eens lezen. Wat zegt die sticker? Dit toestel moet geprogrammeerd zijn met een zogenaamde MMSI-nummer. Hè? Waarom is dat belangrijk? Dat is eigenlijk, laten we zeggen, uw identificatie van uw schip. De mensen dat ook wel eigenlijk een marifoombrevet hebben, die zouden dat moeten weten. Hè? Om de AIS te mogen gebruiken, moet je ook eigenlijk minstens een marifoombrevet hebben. Hè? Dus
De mensen met een marifoombrevet, die zouden dat moeten weten, wat dat betekent. Nee, met mijn ziennummer. Dat is een unieke identificatiecode van je schip. Voilà. Hè. Dus ik ga eventjes de doos hier terug opzetten. Dus in dit zakje, ik ga die even er mooi rustig uithalen. Als ik die in de opslag steek, doe ik die altijd terug in het origineel zakje. Ja. Voilà, hè. Dit is hem, de AIS. En je kan zeggen, wow, dat is precies niet veel. Wat moet je hiervan weten? Dit is enkel de unit. Dus dit wil zeggen, dit is het toestel met de zogenaamde brains of de hersenen om eigenlijk de functie van AIS te kunnen uitoefenen. Dat is een hele belangrijke. Hè? Want natuurlijk, om een AIS-toestel ten volste of alle voordelen ervan te kunnen gebruiken, heb je onder andere nog ander materiaal nodig. Zoals een scherm om eigenlijk de andere vaartuigen op te plotten. En eigenlijk heb je ook nog dingen nodig zoals een antenne en zo. Laten we een keer bekijken de bovenzijde van het toestel, wat dat voor aansluitingen heeft. Dit is de aansluiting naar de antenne. De antenneaansluiting. Heel belangrijk, ja, je moet natuurlijk dit ding aansluiten op een antenne hiervoor. Want AIS is een VHF-technologie, dus dat is, gebruikt dezelfde frequenties als de marifoon. En met andere woorden, dat heeft dus een antenneaansluiting nodig. Een speciale AIS-antenne. Ga ik zo meteen er kort bij nemen. Hier rechts is een interessante GNSS. Dit is jouw GPS-aansluiting. Oeh, hoor ik nu heel veel mensen zeggen. Allee, Søren, je hebt toch net verteld dat hier toch een GPS ingebouwd zit in die toestel? Ja, dat klopt, maar... En nu komt er een hele grote maar. Stel dat je dit op een stalen schip zou gebruiken en dat staat ergens binnenin het stalen schip gemonteerd, wat kan, je kan het overal in jouw schip monteren, dan kan dat ervoor zorgen dat de interne GPS-ontvanger niet optimaal functioneert. En daarom, als je die toestel koopt, het eerste wat de verkoper of de verdeler aan jou zou moeten vragen, dat is, meneer, in wat voor schip gaat u het installeren? Want anders verkopen wij daar eigenlijk een GPS-antenne bij. Zodanig dat, stel dat je dat ergens in jouw ruim in een stalen schip of in een motorjacht dieper in het ruim plaatst, dat jij een GPS-ontvanger daarbij koopt, zodanig dat je die nabij het dak of op het dak van jouw boot installeert, die GPS-ontvanger. En zodanig dat je altijd een goed GPS-signaal hebt voor dat toestel. Dus dat is wel een hele belangrijke. Dan gaan we naar de onderzijde. Aan de onderzijde zijn nog eens twee aansluitingen. En dit zijn wat wij noemen de stroom- of de data-aansluitingen van het toestel. De linkse hier is de voeding. Dus wacht, dat zijn twee dingen. Hij wordt gevoed via de linkse hier, bij een bijgeleverde kabel die we zo meteen gaan bijnemen. Maar dit is ook gemaakt voor het zogenaamde NMEA 0183 protocol. Wat is het NMEA 0183 protocol? Dat is een communicatieprotocol dat vaak gebruikt wordt wanneer dat je een kaartplotter rechtstreeks met het AIS-toestel verbindt of rechtstreeks met het apparaat verbindt dat je wilt verbinden. Hier rechts hebben wij nog een aansluiting en dat is voor het NMEA 2000-protocol. Wat is het verschil met die 2000? Het NMEA 2000-protocol is eigenlijk een netwerkprotocol voor bootapparatuur op aan te sluiten. Dus je hebt eigenlijk een klein netwerkje en jij sluit dat als het ware aan op dat netwerk. Dus dat heeft ook een MAC-adres met een adressering in enzovoort. En dan kan je over dat netwerk, dan kan jij eigenlijk alle kaartplotters die in dat netwerk zijn, kan je tegen zeggen, hey, gaat u AIS-informatie halen van die M-track? Dus dat is eigenlijk een keuze. Bijvoorbeeld M-track, in dit geval de M-track AIS-unit die we hier hebben. Zij hebben bijvoorbeeld een kaartplotter van hun eigen. En als je die kaartplotter gebruikt, kan je gewoon deze aansluiting met een NMEA 0183 aansluiting. Maar bijvoorbeeld bij mij aan boord, ik heb een NMEA 2000 netwerk. Dus ik kan, mits het bijkopen van een NMEA 2000 aansluitingskabel, die gewoon op mijn netwerk aanbrengen. Dus dat is wel een heel erg groot voordeel. De laatste aansluiting die je hebt,
Dat is hier in de zijkant. Ik weet niet dat jullie die zien. Dit is voor eigenlijk een USB-kabel op aan te sluiten. Waarom? Je kan bepaalde instellingen aan deze AIS aanpassen. En dat kan jij zelf ook doen. Behalve de MMSI-nummer en bepaalde andere info. Dus er is zelf bepaalde informatie aanpasbaar. Waarom is dat ook belangrijk voor de installatie? Dat je al bepaalde dingen kunt uitlezen van dat toestel na installatie, dat je zeker weet dat het correct werkt. Dat is maar een tip dat ik geef. Dus dat is ook een tip dat ze mij gaven na installatie. Neem je laptop, sluit hem aan, kijk eens wat dat hem zegt. Is de antenne in orde? Enzovoort. Dus of dat niet te veel storingen geeft, zodat die optimaal werkt. Dit is ook de aansluiting hier op de zijkant, hoe dat de dealer of de verdeler, wanneer dat u het toestel aanschaft, het eerste dat ze doen, is ze halen die uit de doos met uw vergunning. Dus ze nemen uw vergunning erbij en ze programmeren uw identificatienummer, uw MMSI-nummer van uw schip, de afmetingen van uw schip enzovoort, programmeren ze in dat toestel. Zodanig dat toestel klaar voor gebruik is. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de unit. Voilà. Ik ga deze app nog eens eruit halen. In de rest van de doos vind je in de programmeerkabel. Dus dit is eigenlijk de kabel om te gaan kijken, als het ware. En uiteraard hier de stroomkabel / NMEA 183 protocolkabel. Dus je ziet ook met een heel duidelijke aanduiding voor wat welke dingen nu eenmaal dienen. Dus daarvoor dient dat eigenlijk allemaal. Zodanig dat je dat toestel veilig kan aansluiten. En dan hebben wij hier nog wat materiaal. En dat materiaal is allemaal voor te kunnen bevestigen. Dus het is wel allemaal voorzien met verschillende zaken om die AIS effectief te kunnen gaan bevestigen. Met alle bijbehoren bij, dus dat is wel super handig, denk ik. Ook hier voor als je de gaten wilt gaan boren, dat je dit ook hebt. En dit is nu is de doos leeg. Ik heb wel de handleiding eruit gehaald. Voilà, de handleiding, eventjes kijken. Er is een tekeningetje op. Nee, dat is niet deze handleiding. moment. Nee, dat zullen ze hierbij opgezet hebben. Voilà. Dus, de B900-serie. En op die handleiding, dit is waarom dat deze zo belangrijk is. Of toch naar mijn mening toch alleszins. Dat is omdat men hier ook weergeeft op die handleiding wat je allemaal kan doen of wat je allemaal nodig hebt. Even kijken dat ik de juiste afbeelding erbij neem. Voilà. Dus eventjes naar hier. Dit is dus het belangrijkste dat men hier ook bijlevert. Installatie, configuratie. Je ziet allemaal toestellen hier ontstaan. En dit is eigenlijk de belangrijkste. Wanneer dat je het installeert, dan heb je sowieso een VHF-antenne nodig om dat toestel op te installeren. Je kan optioneel de GPS-antenne nemen, enzovoort, om dat allemaal klaar te spelen. Maar een hele belangrijke verbinding, wat eigenlijk optioneel is, maar dat is aangeraden van dat te gebruiken, dat is dat je die ook met de kaartplotter verbindt. En dit kan door middel van het NMEA 2000 systeem, zoals u ziet, of rechtstreeks op de kaartplotter als die dat NMEA 183 protocol gaat ondersteunen. Dus er zijn verschillende aansluitingen, met andere woorden, mogelijk. Maar de belangrijkste, zoals dat men hier zegt, is die VHF-antenne. Die is belangrijk. Zonder die VHF-antenne aan te sluiten, gaat dat toestel uw positie nooit kunnen verzenden naar de andere schepen. Vanaf het moment dat de stroom wordt aangezet. Wanneer u de stroom aanzet op het toestel, zal het toestel automatisch opstarten en zijn werk beginnen doen. En dat is dus het zenden en ontvangen van AIS-gegevens. Dus dat is eigenlijk heel eenvoudig hoe dat toestel ongeveer functioneert. Maar dat is dus heel belangrijk als je dat toestel koopt.
Dat is het eerste dat men ook tegen u zegt. Kijk, de MMSI-nummer moet geprogrammeerd worden in dat toestel. Want zonder die MMSI-nummer werkt dat toestel uiteraard niet. Je hebt hier op dat toestel hiernaast ook een silent modus, noemen ze dat. Dus dat wil zeggen dat je als het ware het uitzenden kan stilleggen door een druk op de knop, bijvoorbeeld. Ook dat moet je via de stroomkabels regelen, dat je dat met een knop aan en af kan zetten. Moest dat voor jou belangrijk zijn, voor mij niet. Ik zet gewoon de AES af als ik hem niet nodig heb. Want anders blijft die stroom vreten. Dus dat is een beetje hoe dat zo'n unit eruit ziet. Hoeveel kost nu zo'n unit? Ik heb hem iets van een 700 euro betaald, ongeveer. Dus dat is toch wel een bedrag. Maar dit is toch een van de goedkoopste in de serie. Waarom heb ik hier ook voor gekozen? Ik zit met een kleine motorboot, 6 meter en 19 centimeter lang. Het is al niet gemakkelijk soms om daar bepaalde toestellen op te installeren. Er zijn al heel veel elektronica geïnstalleerd op die boot. En dan moeten er dan weer ergens gaan tussen krijgen. Dus om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen, heb ik ervoor gekozen van zo eenvoudig mogelijk te houden. Voilà, ik heb hier ook twee antennes van het merk Glomix meegenomen voor jullie. Die twee antennes die lijken zeer sterk op elkaar. Er is maar één verschil. Dit is een blauwe antenne en dit is een zwarte antenne. Sommige mensen gaan al het verschil kennen tussen de twee. Ik ga aan jullie eens even vragen, wat is het verschil tussen deze twee antennes? Denk daar een keer over na. Wat zou het verschil kunnen zijn? Dus ze lijken identiek op elkaar, behalve de kleur. Denk er even over na. Oké, nu komt het antwoord. Het is heel simpel. De blauwe antenne is een antenne die specifiek is ontworpen voor gebruik met AIS. Die is speciaal niet alleen uitgebalanceerd voor de AIS, maar die is er echt voor gemaakt dat die optimaal daarmee kan werken. De zwarte antenne is een VHF-antenne. Die dient eerder voor de marifoon. Nu, waarom is dit belangrijk? Wanneer dat je deze blauwe antenne aansluit op de AIS-unit, dan, en je vraagt via de AIS met de kabel, met het computerprogramma op, of dat de antenne in orde is, dan gaat die zeggen, antenne, op voorwaarde natuurlijk dat de bekabeling ook in orde is, dan gaat die tegen u vertellen, zeg, die bekabeling en die antenne, die is in orde voor mij, ik heb een goede kwaliteit. Wanneer je deze zwarte VHF-antenne eraan hangt, gaat dat ook werken, maar je gaat wel een fout geven van te zeggen, het kan zijn dat deze antenne niet goed is, niet uitgebalanceerd specifiek op de AIS-frequenties, die lichtjes hoger zitten dan de normale VHF-frequenties. En dan kan het zijn dat hij zegt, ja, het werkt wel, maar het is niet optimaal. Ook daarvoor, hè, ook prijsverschillen. Deze antenne is veel duurder dan die zwarte. Dat is ook maar een tip dat ik geef. Maar dit is de blauwe, uiteraard. AIS. Ze kunnen evenveel wattage aan, allebei gereed op 50 watt. Het is enkel dat minuscuul detail intern dat dus anders is. En men raadt ook aan, wilde jij een VHF gebruiken? Gebruik, als je dat in combinatie gebruikt met een marifoon, gebruik die zwarte antenne. Als je kleine antennetjes wilt gebruiken, waarom? Omdat deze zwarte antenne ook uitgebalanceerd is voor die VHF en voor je eindtrappen is dat interessanter van je marifoon. Hè? Die blauwe die zal ook wel werken, maar misschien afhankelijk van de situatie en de eindtrappen van uw marifoon kunnen die met de tijd kapot gaan. Hè? Indien dat een marifoon is die zelf heel de elektronische veiligheden dat er ingezet zijn, als die veiligheden niet aanwezig zijn enzovoort. Dus daarom, heel belangrijk, gebruik de juiste antenne voor uw marifoon. Voilà, dat was het voor vandaag. We hebben de AIS uit de doeken gedaan. We hebben de unboxing gedaan. Wat zit er nu in zo'n doos? Belangrijk is dus dat je nogmaals weet, het komt niet alleen met die unit. Hè. Die unit alleen, daar kun je niet veel mee aanvangen. Dat is de belangrijkste schakel in het proces, in je AIS-toestel. Maar dat is niet de enige schakel. Je moet en de bekabeling voorzien voor naar een antenne te gaan en je moet nog eens de AIS-antenne voorzien. Dus het zijn een hele hoop zaken die moeten gecombineerd worden om die dingen allemaal te doen werken. Wilde jij ook de andere schepen kunnen zien via deze unit? Dat perfect mogelijk is, geen enkel probleem. Maar dan moet je ook een scherm hebben om eigenlijk die andere schepen, een kaartplotter,
een elektronische kaartplotter om die andere schepen op te tonen met al hun informatie. Dus dat is wel een hele belangrijke dat je in je achterhoofd houdt wanneer je gaat voor zo'n AIS. Nu beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.